Slechte Tarzan-imitatie. Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed, aflevering 16 uit mijn hoofd. Ik weet niet zeker, ik gok het. Ja. En we spelen hier in de jungle. En we gaan verder naar de intro. Oké, people, let's go to work. Zo mensen, leuk dat je kijkt en leuk dat jullie als trouwe kijkers ook deze serie volgen van Assassin's Creed. En wat nou zo bijzonder is, ik ben geen Assassin's Creed persoon. Misschien denk je van Vincent, waarom speel je nou zo'n game? Omdat het is gewoon beter dan 3. Ik heb gewoon alle delen gespeeld. En ja, ik moet gewoon zeggen, het is gewoon flink verbeterd ten opzichte van 3. Dit wordt een lastig pakket. Kan ik ze namelijk, die dronken vent en die, kan ik ze allebei zeg maar doden? Dat is een beetje het punt nu. Ik kan gaan fluiten in de hoop dat er één iemand komt. Ja, ik denk dat ik het dat ga doen. Ik ga fluiten en dan hoop ik dat die... Oké, okay, iemand komt naar kijken, ja. Je hoorde wat. Oké, okay, ze komen allebei... Oh shit, en die andere zag me nou. Ja, die andere zag me nou, maar die ziet me nou niet meer. En die denkt van, oh shit. En die denkt van, oh, die zit achter me. En nu is het van, oh, ik dood hem. Maar ik pak toch verborgen messen en ik pak... Oh, ze komen nu allemaal op me af. Oh shit, oh shit. Ze denken, oh, er is beveiliging. We pakken de grote man, we pakken de grote man. Ik weet het niet meer hoe het werkt, jongens. Tegenaanval, kom op. Tegenaanval, tegenaanval, tegenaanval. Kom op, wegrennen, wat moet ik doen? Ik ben zo slecht, jongens. Ik ben zo slecht. Ik ren gewoon weg in de hoop dat ze me niet meer zien. Jongens, gelijk al deze actie in het begin van de video. Dat is niet goed. Oh, ze komen achter me aan. Stop het te kennen. Ik ben al schuldig. Ik ben een man die alleen maar vermoord om voor geld. Oké. Okay. Komen ze hierheen? Komen ze hierheen? Hij komt serieus helemaal hierheen gelopen. Meen je dit? Laat hem maar komen. Laat hem komen. Zo, jongens, dat heb ik even mooi... Oké, dat wordt mijn nieuwe tactiek. Mocht ik in zo'n geval zitten wat ik net had... Dit is gewoon... dit mogen jullie echt niet van mij jatten, gewoon deze tactiek. Dat is gewoon de bizarste situatie. Dit is toch geen cheat, jongens? Nee, dat is gewoon slim. Denk ik. Ik ga ervan uit dat het slim is. Ja, ik denk niet eens... Ja, oké. Ik weet niet of dit de bedoeling is. Als ik als een aapje hier... Oh... Oké, die gaat me bijna zien, die man. Dan moeten we weg. Weg, weg, weg. Hij zag me bijna, jongens. Oh, creepy. Er staat dus een soort snipermannetje daar. Die zouden we dus eigenlijk uit de boom moeten bonjouren. Maar er zitten een hoop mannetjes daar. Oké, wat we kunnen doen is eventjes logisch nadenken. In de bosjes zijn we veilig. Dus, dit is goed. Wat ik nu doe. En nu is het gewoon wachten. Totdat een doel... mij hoort fluiten. En dat ik hoop dat ze even in die bosjes komen kijken. Kom maar. Kom maar, jongens. Kom op. Kom maar, kom maar. Hoor me fluiten. Hoor me fluiten. Jongens. Oh, wat irritant dit. Ik vind het wel gaaf, zo'n jungle sfeertje hier. Hoe gaan we dit doen? Gaan we wachten? Gaan we wachten? Ja. Kom maar. Kom maar. Je hoort me. Oké, wacht. Ik ga bij die achterste proberen. Sowieso. Sowieso die achterste eerst. Veel mannetjes. 1, 2, 3, 4. Ja, kom maar. Ja, ik ben hier. Ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. En dan is het van... Vermoorden! Dank u. Oké, jullie horen misschien 3D geluidseffecten. Het regent bij mij. Ook al schijnt de zon hier in de game. Ik weet niet wat daar 3D aan moet zijn, maar... Oké, ik wil hem niet beroven. Ik wil fluiten naar de andere. Oh! Laten we gewoon dit doen, jongens. En wegwezen. Doei! Zo. Oké, wat gaan we nu doen? Ik moet kijken die vent daar bovenin. Ik vertrouw die vent niet. En daar zit nog een fragment. En ik weet niet of ik die boom in kan klimmen. Ik zou hem kunnen schieten. Zal ik het eens proberen? Uh,
Kan ik hem schieten? Oh, wacht even. Ja, hij zag hem al. Zag je het? Oké, pistool. Ik schiet hem gewoon uit de boom. Wacht, ik schiet hem uit de boom. Oeh, headshot. Dood 5 officieren met een headshot. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oké, hem kunnen we wel aan. Let maar op. Hoppakee. Ga dood. Klop. Goed zo. Ik zal je wel leren. Ik zal je hoofd besparen, meneer. Maar de volgende keer als ik u tref hier in deze jungle, dan maak ik apensoep van u. Oké, nu gaan we even die... Ja, wat is het? Dat geluidsfragment moeten we pakken. Dat geluidsfragment. En dat zit bovenin. Oké, we gaan weer als een apie klimmen. Ja, oké, we doen het via de lastige manier. Niet via de trap, maar via de palen. En we hebben weer een fragment uitgespeeld. Nou, ik voel me helemaal trots. Even kijken wat hier beneden is in het... Oh, wat een leuk huisje. Ik zou hier nooit willen wonen. Dan maar op die boot. Die stinkboot. Nou, we gaan naar het volgende stukje. Oh jee. Onweer en de bliksem zijn, we zijn nog lang niet moe. Hier verloren in de jungle en we slachten mensen, maar we weten niet hoe. Kan het met een slagersmes of kan het met mijn bot, met mijn laars? Dan steek ik snel die knuppel in een heerlijke aars. Oké, dit is echt het beste liedje wat ik ooit heb gezongen trouwens. Als ik geen nummer krijg op de hitzone 45 of ik weet niet welk deel het nou is. Oh nee, het is tenminste de hitzone 81 of zo. Dan weet ik het niet. Oké, die mannen zien me nu, maar ook weer niet. En shit. Ho, nee! Shit, kom op Vincent! De vliegende dolfijn! Oké, oh shit, maar die man die haalt me neer en die ander ziet me ook. Ga ik weer de tactiek doen? Ik ga de tactiek weer doen. Oh shit. Ik ga de tactiek weer doen, jongens. Jongens, jullie gaan me meedoen hebben. Dit is de tactiek. De Vincent tactiek. Ik noem het de Vincent tactiek. Oké, wegrennen. Ze rennen nu achter me aan. Wat een mofo's. Oké, ze weten niet dat ik hier zit. Nee, dat weten ze niet. En dan in één keer. Niet dood! Shit, weg! Hij is dood! Maar ik ben ook weg, want anders ben ik ook dood. Oké, moment. Hun kunnen niet in bomen klimmen, want ze zijn geen apen. Oké. Hier kunnen ze niet op. Wacht. Oh shit, wordt het er 2 keer? Nee, jongens, kom op. Vincent, ik had meer van je verwacht. Vince. Jammer dit. Ik vind het jammer, jongens. 3 van die vieze mannen achter me aan. Ik weet wat. Ik ga weer in de bosje schuilen waar ik eerst ook zat. Ik ga weer schuilen hier. Let op. Ik ga wat verder lopen. Kan ik dit bosje? Ik ga in dit bosje. Wachten. Verborgen messen. Wachten, want hij gaat steken. Hij gaat zoeken. Waarom? Fuck. Zoek Julian de Kuse. Waarom moet ik Julian de Kuse zoeken? Ik moet mezelf eens redden, jongens. Ik kan Julian de Kuse niet vinden. Ik kan niet gaan zoeken, op mijn eigen gemak. Kom op. Oké, in de hoop dat daar geen mannetjes zijn. Shit. Oké. Oh, kom op. Hij durft niet te springen, zag je het? Oké. Voordat we de rest van de regering wakker maken daar... Vincent tactiek, doen we gelijk. Let op. We gaan weer terug. Oké, even nichterig hier in de bosjes zitten. Oké, dat het triest is. Maar het kan niet anders. Oké, komen ze eraan? Ja, ik zie wel bewegen op de mapkaart. Oh shit. Nee. Zijn ze weg? Ja. Hahaha, zie je de Vincent-actie? Die apen hebben het opgegeven. Oh nee. Volgens mij zijn ze wel erg op de hoede nu hoor. Nu ze weten dat ze net zijn aangevallen. En ik volgens mij niet eens één persoon heb vermoord. Niet eens één persoon. Ik herhaal het.
Kom op. Je hoort me wel. Komt ie. Huppakee. Meneer, volgende keer doen we de marathon wel samen. Oké, ik kan naar dat huisje binnen, maar dat is om mezelf... Oké, wacht even. Zo, dit zit echt serieus. Dit zijn echte bosjesmannen, jongens. Oké, wat kunnen we daar doen? Ik kan helemaal die vent achtervolgen daar. Maar dan ben ik bang dat ze me zien. Ik ga gewoon de gok wagen. Juist. Oh, wat een hoop mensen, jongens. Hier zit echt serieus een hoop mensen, jongens. Ik moet echt heel veel vermoorden nog. Waarom hoort hij me niet, die vent? Ik kan hem afrennen, ik kan hem vermoorden. Ik bedoel, volgens mij zit er niemand in de buurt die mij echt kan spotten. Oh, waarom doet hij dat? Waarom deed hij dat nou? Waarom? Ik snap dit niet. Ik snap dit gewoon niet. Wat doe ik verkeerd, jongens? Kijk, nu komen er weer van die nichten achter me aan, die leernichten. Jammer dit, jammer dit. Ik ga me opsluiten in die kast. Lukt dat nog? Lukt dat nog? Wachten, 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 wachten. We hebben niks gezegd. Kijk. Shit. Vermoorden! Goedemorgen, welkom in de kledingkast. We hebben roze jurkjes voor u. We hebben ook wat bruine jurkjes. We hebben ook andere soorten kleuren. En ik zie dat uw vriend ook u zoekt. Kom eens even binnen. Kijk, we hebben hier nog meer. We hebben zelfs deze korte broeken. Die zijn nu in de aanbieding in deze winkel. Bedankt voor het shoppen en tot de volgende keer. Doei doei. Wat een lieve mensen. Hij heeft zelfs bloed. Zo, die was relaxed. Dat was echt een godfather kill, weet je wel. Nou, we moeten nog een paar. Nou, die gaan we even snel ragen, jongens. Oké, ik denk dat we dat schip moeten overnemen. Heb ik het gevoel. Laten we het even tactisch nog aanpakken. En niet alles verpesten. Waar zit die nicht? Waarom staat die daar? Vind ik zo'n verschrikkelijke plek. Dan moet ik weer helemaal om hem heen gaan lopen. Aap. Ik doe het gewoon op een andere manier. Wachten. Zijn er twee? Oh, nu niet meer. Hoppakee. En doei doei. Oh, er zijn er meer dan ik dacht als ik nu zo kijk. Damn. Ik denk niet dat we die allemaal moeten gaan vermoorden. Ik denk dat dat niet heel verstandig is. Maar dat we wel een beetje de standaard mensen hebben vermoord, weet je. Gewoon de basis moet je vermoorden. En dan komt het denk ik goed. Wat gaat die man doen? Ik kan hem schieten. Dat ga ik niet doen. Want dan horen de mensen de kogeltjes. Oké, die vent die denkt, oh ik hoorde wat. Die loopt dan gewoon geheel de andere kant op. Kan ook. Oh, die heeft natuurlijk die vent gezien die vermoord is. En wat ga ik dan doen? Juist. Dan ga ik even uitzoeken waarom die keek daar. Oké, nou nog één mannetje daar. Dit wordt wel heel erg lastig, denk ik. En wegwezen. Zo, ik ga even in die kast schuilen. Dames en heren, wil je weten hoe dit afloopt? Kijk naar de volgende aflevering van Assassin's Creed. En dan gaan we kijken of we het schip kunnen bemachtigen die daar aan de kust ligt. Nogmaals. Tot de volgende keer. Doei doei.